Marie, de eerste wedstrijd voor FC Dordrecht op de bank gezeten. Gemengde gevoelens, denk ik. Ja, absoluut. En zeker als, je dan, als de wedstrijd ook nog bekeken wordt door mijn zeer gewaardeerde collega Theo Bos. Die wedstrijd, dat staat op zich. Maar jij moet met het team verder nu. Ja, hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je met dit team om? Kijk, prioriteit nummer 1 is dat Theo over 2 maanden voor die groep staat. Hè, dat hij beter wordt en dat hij het van mij kan overnemen. En dan heel graag. Hè, dat is de ultieme wens. Maar ondertussen dan moet er gewoon gepresteerd worden. Dat betekent dus dat je met die groep aan de gang gaat. Theo Bos loopt om het team heen en dat vind je als interim trainer wel prettig, denk ik. Nee, absoluut. Het is Theo's team, vind ik nog steeds. Ik heb maar 1 ultieme wens, dat hij over 2 maanden weer voor die groep kan staan. En dat hij hier aanwezig is, juich ik alleen maar toe. Ik hoop dat hij dat in de toekomst nog vaker kan doen. En hij krijgt alle ruimte om met mij over voetballen te praten. En hij heeft een weg ingezet hier die aanslaat, die succes opgeleverd heeft. Dus nee hoor, heel graag. Betekent dat ook dat je heel weinig gaat wisselen qua basiselftal? Heb jij hetzelfde in je hoofd als dat Theo heeft? Nou, in principe wel. Het team staat. En de aankopen die zijn samen spraak met Marco Bogus hebben ze die gedaan. Hier en daar kunnen we wel sterking gebruiken. Maar dan ga ik ook wel een Theo vragen. Goh, wat vind jij ervan? Dat vind ik eigenlijk heel normaal en heel natuurlijk. Ja, want FC Dordrecht heeft nog wel wat versterking nodig. Hè? Jullie basis is heel smal. Ja, we hebben vandaag met een aantal spelers gespeeld die terugkomen, hè, van een blessure en een lange blessure. Weinig wedstrijden gespeeld. Er zijn wat jongens die met pijntjes lopen, die normaal gesproken baasspelers zijn. Die miste je dan. Maar ik moet zeggen dat ik al met al best tevreden was. De manier waarop we acteren, proberen te voetballen als je een beetje scherper bent, dan maak je 5-6 goals in plaats van 4. Maar ik zou er wel wat bij willen hebben, ja. Nou, heb jij een verleden bij FC Dordrecht, DS79, een mooie naam uit het betaalde voetbal, later ook trainer geweest. Hoe is dat contact nu weer tot stand gekomen? Ik heb altijd een bepaalde relatie met Dordrecht gehad. Hè. Je zei zelf ook al, eerst als voetballer en later als trainer. Het contact is altijd goed gebleven. Die mensen die toen werkten, toen ik daar actief was als trainercoach, die zijn er nog steeds. Marco, die ken ik natuurlijk al 25 jaar. Dat contact is altijd gebleven. Ze hebben in Ad Heijsman natuurlijk een fantastische voorzitter. Theo Singeling zat er toen al, die fantastisch werk doet. Dus de masseur, die was er al toen ik daar speelde, als voetballer. Dus ik kom eigenlijk in een warm bad. En dan is het heel snel dat je contact hebt. Marco en ik, dan praat je daarover en dan gaat het in één keer heel snel. Ja, want in principe was Virgil Breedveld nog de enige trainer op het veld. Er moest er gewoon niemand bij komen. Nou, er waren meerdere hoor, want Rodi OG heb je en Marco Jarink. Je hebt Eikenboek ook nog, hè? Niet te vergeten, die oude rot. Maar waarschijnlijk was er toch wat meer behoefte voor een andere coach. En Virgil heeft het prima gedaan, maar ja, die liep natuurlijk ook op een amateurclub waar hij mee aan de gang moet. En dan ook nog eens een keer het hoofdtrainerschap, dus het kan ook een beetje te veel zijn. Over 2 weken begint de competitie. Ja, in hoeverre is FC Dordrecht daar al een klein beetje klaar voor? Nou, dat zal blijken. Dat weet ik niet. Ik heb 2 keer getraind met ze en ik heb ze zien voetballen tegen Den Haag en tegen Feyenoord. Heb ik goede dingen gezien, ook mindere dingen. We hebben woensdag of donderdag hebben we nog een wedstrijd tegen Ajax. En dan Emmen uit. Ja, en dan moeten we maar kijken hoe ver we staan. Ik heb wel een goed gevoel hoor bij deze selectie. Er zit wel veel potentie in. En de manier van voetballen, ik hou van voetbal, dat houdt Theo ook. Dus wat dat er gaat, hebben we 1 lijn. En alleen de uitvoering ligt bij de spelers, we zullen het zien. En die spelers, die hebben nu jou voor de groep staan, hoe hebben ze daarop gereageerd? Ja, dat weet ik niet, dat moet je vragen aan de groep. Ik heb ook gezegd dat er is geen slechtere reden te bedenken om het over te nemen van een collega trainer. En die ook nog eens een keer een fantastisch goed mens is.
En er ligt heel veel emotie. En daar heb je geen scenario voor. Tenminste, dat scenario kan ik niet bedenken. Dus we kijken het gewoon van dag tot dag. Die jongens moeten het een plaats geven. Maar ze moeten het ook niet vergeten. Dus daarom was ik ook blij dat Theo vanmiddag hier aanwezig was. Dan houden ze dat contact. Maar ja, je werkt bij een BVO. Er moet gepresteerd worden. Dus de focus ligt op de komende wedstrijd die we gaan spelen. Maar eigenlijk hoop jij dat dit jouw kortste contract wordt bij een betaald voetbalvereniging? Dat zou me heel veel plezier doen.